is de race is gestart. We zien hoe de top staat voor de Maracuja. Nick Doelgoed, gevolgd volgens mij door Pink Maas. Waar zit de binnenkant toch nog voor iemand van Maas op zijn eigen Maracuja. Op de derde plaats kan er gelijk worden gevraagd. Rosalie, Las, Jamie, Steve, Glenn, Sim, Yannick, Enkas, Voorbak. En we zijn vertrokken en we zien daar in het midden een goede start met het nummertje 37 van Kas. En op de tweede plaats wordt de vleugel knop door een heel resident man uit Nederland. Even kijken wie dat... De paas rond te pakken. Voorlopig is nog steeds de kast in de lijn. Op 10,59 zien we dat dus. Steve Heuvel. Die heeft de tweede paas te pakken. We kijken hoe de paas rond de zwerg op de ijs is. En zij gaan met z'n drieën hier de strijd uitmaken. Komt er een aangehaald in de laatste bocht gezien? Nee, wordt goed. En we zijn vertrokken met Stijn, Mike, Tim, Koen, Wessel, Lars en Tom. En we zien hier aan de binnenkant met een nummer 712. Wessel, we willen toch op de sluit te pakken. We zien toch die man aan de buitenkant. Op de derde plaats zien we daar uit Berlijn met 22 Stijn van Pauw. Stijn van Pauw. Excuses. We zijn op de vierde plaats. We melden de hele mensen. Tim. Tim moet nog een komende jaar op de derde plaats maken. Dat is nog steeds. Op de eerste plaats op de zevende. Met hun vanaf de vijfde plaats. Oké, we zijn vertrokken in Jochem, Rick, Levi, Tivo, Tom en Anton Blankes. Ze zitten in de buitenkant met 140. Zien we Levi nu achter de binnenkant met 154. 750 Anton Blankes. En kom op, is Jochem, jongen! Uit elkaar, Tivo, we zijn. Ja, de man op kop, die trekt de voet ertussen. De zaken goed in. Levi Vernoft die in eerste positie was vastgelegd, daar wordt gaatjes geslagen. Dat is even goed gehad van Antoine. Op de derde positie is dat toch Tivo Gevaar. Die het vol weet te houden zoals de muur uitziet. Race is Corné Hogan en een sprongje de voorsprong lopen pakken. Op de tweede plaats is 37 Jasper Kaasjager. En op de derde plaats lijkt het voor Koenwets. Mooi kijken. Dus Corné Hogan. Wachten, we zitten aan goed in de koers en uit de vriendheid en nu elkaar gaat te zagen. Zo lijken de eerste drie zich af te tekenen. Dan zien we daar op die vierde plaats voor Nieland, Stamvosboom. De beperking met 138. Okay, vertrokken zijn we Jasper Kom, Elie, Henry en Menno. Dit is aan in het midden Bob Smits. Aan de binnenkant Jasper Vink. En aan de buitenkant Kleurig. Even in de winters op de derde positie. Ze mogen nu uitzien. Mooi en goed in de rode maat gemaakt. Ze hebben nu gesloten. We hebben er achter de poort al een goed concurrentie. 75 met Ben de Bos. Oh, we gaan de tijd in even in de winters. Spijt op zoveel die derde positie. Gelukkig staat ze al weer op. Zijn er veel kanonnen. Jasper, we hebben de voorsprong hebben gepakt. En nu profiteren toen van een kleine vaartpartijtje. Even, wat is dat? Tussenkant, Tom
Het is de oude groep, in de spits, opkom, goede start, pak gelijk een maatje. De vette plaats laat het stil zijn, op de vette plaats zonder dat je man gaat roepen. Met z'n meid, kom op hè! Hij ging laatst op 13 jaar, dus ik een missetje met de stad. Maar voorlopig is het wel goed getrokken. Komt. Komt, en op de tweede plaats zien we daar de man van de hoekers. Ik heb nu zijn bakken. Met die lijkt die binnen moeten worden schijzen. Kom op hè! Deze drie hebben de beste papieren zoals het er nu uitziet voor de volgende finale. Op die tweede positie. Op die tweede positie, Anton Blank is daar. Op die derde positie wordt geknokt. Geknokt tussen Jochem en tussen Tigo. Jochem en Tigo. Nu derde en vierde. Allebei zoals het er nu uitziet halen ze op deze manier de finale. Een belangrijke vierde plaats. En wie moet dat er net naast? Rick zit er net naast. En ook Tom zit er dan net naast. We zullen zo meteen nog eventjes alles uit de kast. Lijkt het vooral maar zo de Jasper Kaas aan te zijn. Voor de Brit Koemans. En Nede heeft het kaartje geslagen. Die wil natuurlijk nog wel een plekje opschuiven om ook voor die finale plaats veilig te zijn. Voorlopig zit hij nog goed. Maar hij heeft de hele adem in zijn nek van Tristan. Tristan moet toch een plekje op zich willen schuiven. Voorlopig is de belangrijke voorplaats in handen van Stan Bosboom. Dan komt nog de avond, dan komt nog de avond, dan komt nog de avond. Op kop, Jasper erachter. Kom op, kom op, kom op. Bij de plaats, de derde positie. Hier zit er nog de vierde plaats. Met 7-0-5. Kom Menno! Kom Menno, laat die stof opwaaien Menno! Kom op jongen! Kom Menno! Menno, rijden! 7-0-5 op die vierde plaats, Menno Boers. Belangrijke vierde plaats, want ook hier. Wie zit daar op de belangrijke vierde plaats? De belangrijke vierde plaats is voor Pepe. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, dus moet het maar gecorrigeerd worden. Ik vind Pepe goed klinken. Pepe op die belangrijke vierde plaats. Nico, die moet het dan eventjes een beetje laten lopen. Nico heeft hem wel op die vijfde plaats. En ook daarachteraan zien we voor Amazon Henry van der Beek het een beetje moeilijk hebben. Maar het spelletje wordt steeds beter en wordt steeds leuker. Ook hier, net op Frank Dollehoed. Maar hij is nog niet helemaal zeker voor zijn tweede plaats, want Kevin heeft nog wel oren naar zo'n tweede plekje. Dan zien we nu de laatste ritmesectie. Dan lijkt me toch de strijd een beetje gespeeld om die eerste drie plaatsen. Achter Caspar Langeroe, die zit er ook op de derde plaats. De derde plaats, 4,73, 7 van de wetering. Op deze plek, 6-7 man. We worden hier nog uitgevochten voor de tweede plek, dus op de 4,69 en de 3. De tweede plaats van Amazon 712 en op de derde plaats door 22 van Berlicum. Kom op, hebben!
Dat is een stijn pijl op die derde positie. Wie zit er dan op die belangrijke vierde positie? Het lijkt Tim Verdoorn te zijn. Tim Verdoorn in de vijfde thuisbaan. Leidt zich toch na de finale toch wel uit. We moeten toch even afwachten wat hij in de eerste twee maandjes heeft gedaan. Maar nu zit hij in ieder geval aan de voorkant van de streep. Alle stof zien! Kom Kaas, laat de stof waaien! Kom op, Kaas! De eerste vier rijders gaan naar de finale. De stof moet omhoog! Die belangrijke vierde plaats in de handen van de 721 tijd. Kom Kaas, die hebben we! Zijn dat degene die in plaats van zijn collega Kaas van Rangerooy naar die finale gaat, dus zullen we het straks zien. Ja, en nog eentje van Nuland. Zij zullen dan die andere drie posities bezet hebben. Maar wie? Jari, wie zullen het zijn? Kom op, Jari! Kom op, Jari, jongen, blijf trappen, Jari! Kom op! Dan de man van Nuland met 4. Naar binnen! 32 is Jamie Smits. Goed zo! Naar de derde plek pak en de 700. Kom, Jari! Kom op, Jari! Van de Laat. Ja, hebben! Naar binnen! Ja, dat is Tigo Custis. Tigo Custis, volgens mij, wel eerder een strijd gezien. Hij is nog niet kansloos. Kom, Jari! Hij zou toch een plekje op moeten schuiven. Kom, Jari! Om kans te maken op de finale. Kom, Jari! Is het de 703 van Jari of is het toch Tigo? Het lijkt toch Jari op die veilige vierde plaats hier op de finish. Nu zitten er dan op die derde en vierde plaats. Die belangrijke derde en vierde plaats. Dat je kom op, kom op, kom op, kom op. Zij lijkt er goed bij te zitten op die derde plaats. Is goed hersteld van de valpartijtje. Je zit veilig op die derde plaats. Dat is een klein gaatje naar de vierde plaats. En dat is Stan Bosboom. Die nog even de vierde plaats pakt met de twee mannen van Ben. Kom op, Kom op, nog achter zit er zo'n... Kom Jasper! Geen vingers die uit die neus! Ja, kom op Jasper! Spit mee dadelijk! Spit mee! Kom op Jasper! Kom Wessel! Pakken! Maar is dat ook genoeg voor die halve finale? We zullen het straks zien. Achterin tussen de heren van Amazon, Las en Tom. Wie zal dan die vierde belangrijke vierde plek voor de finale gaan halen? Kom op, Tom! Las, kom op, Las, hè! Je weet het, hè! Nou, naar binnen, Las! Naar binnen, nou! Naar binnen, Las! Dat is korter! Dat is Mike van Gent. Ja, Marcel niet. Hij zit nu op de goede vierde positie. Kom op, Las! Weer naar binnen! Naar binnen! Dan moest de finale gaan halen. We zullen het straks zien. Het kan nog, Las! Ik heb nog Las voor Koning die straks al voldoende punt heeft door te gaan. Maak niet meer uit. Nee, maar zijn nou... Kom op! Die komt hem al. Moet je... Pakken nou! Tim Waas op de tweede plek zijn de groene fiets. Hier is de groene fiets, de man van Nederland. Joe van de Kamp. Of de Demi van Bergen. We gaan even kijken. Kom op, hè! Pakken nou, hè! En nou, naar binnen! Kom op, Henry! Kom op! Naar binnen! Ja! Kom op, fietsen! We zien Pepe. Kom op, Henry! Blijf trappen! Of was het sowieso een verloren zaak? Ik weet het niet. Maar ik zou voor de zeker wel een proberen te pakken. En dat kan ik wel hoor. De strijd is nog niet gestreden met Demi. Het lijkt toch Demi die de vierde plaats vasthoudt. En waarschijnlijk daarmee ook een volgende ronde. Hij was er zo dichtbij, man. Ja, volgende keer weer beter. Het lijkt er voor de heren uit Geldermans ook een redelijk goed te gaan. Rick van Broen en Jason Les. We zitten hier zo'n tweede en derde. Kom op, Anja! Kom op, Anja! Daar houd je vol! Naar binnen! 4 op 5 of 6. Nou, het sneeuwt mij! Dat horen jullie niet, want jullie komen van voren. Als je de derde voelt,
Klop aan je! Kom op aan je! Kom op aan je! In hun eigen klasse strijden zijn samen opnieuw weer om die bal. Doorgaan aan je, doorgaan! Voorlopig lijkt het niet op de hier de lachende vuur is. Anja! Normaal spreken, maar in dit geval klopt het wel, want zij lijkt door te gaan in de finale. Eerste plaats met Bob Koemans. Op die tweede plaats zit Frank Dollevoet natuurlijk. En dan hebben we de derde plek overgenomen bij de man van de Woodbush. Hij komt er dichtbij. Want deze Kevin van inderdaad, Kevin Dappelduur die eigenlijk de derde plek voor Chelsea in schoen. Buitenom had hij twee meters. Speelt zo door naar de eerste positie. Hij moet het even laten lopen. Is natuurlijk helemaal verrast door deze actie. Prima actie van die jongen uit Berlicum. Pak die kopstaf. Achter hem heeft hij twee man. Twee man achter hem van Abbezal. Dat moet dan best goed doen. Als dat dan. Wie zit op die tweede plek? Wie zit op die derde plek? Voortrap Tigel! Op Tigel! Voortrap Tigel! Dit is ook de 8 en 9 jaar, hè? Want het is goed, hier gaat hij nog voorbij. Hier heeft hij nog in de groep. Dat is nummer 22. Stijn Pijn. Stop die zo! Hij heeft een klein gaatje naar 7-12. Hoed van Wisselhoed. Van Wisselhoed. Misschien nog een Antoine. Nee, ook een Antoine. Het blijft zo 1, 2 en 3. Ja, dan zien we hoe staat aan de binnenkant van Corrie Allander. Hij springt de eerste keer, pakt daar 2 metertjes voorsprong mee. Of wie pakte die voorsprong? Die pakt hier op Jasper Kaasjager. Hij is op de tweede plaats. En dan krijgen we 2 man van Geldermaas. Of is het niet een man? Nee. Het is een dame, Britt Koelaat. Zij pakt die derde positie. De strijd zit op de derde plaats tussen Britt Koelaat en Bob. De Marino-Bazone. We zien hier nog steeds de strijd in de derde plaats tussen Britt en Bob. Britt en Bob. Britt en Bob. Komt het laatste sprintje in de finish. En even moet Jasper de Hoogte kijken voor zijn derde plaats. Lijkt het Bob toch die doorsteef naar de koer gedaan. Kijk, ook al heb ik geluid, de eerste blitz van de zoekklasse 6 en 7 maal. Met de blitz van de Jamie Brink en de sprong tegen de gevaarlijk, maar dat klopt het wel. De eerste positie van Jamie Brink. Dat is de voorronde 73, 7 van de metering en die hier nog even doortrekt. 7 van de metering, hij zit op die derde positie, net naast de podium met 4,59 is dat Steven Helmer. Het is die ene jongeren die het gat heeft, hij zal de overwinning nu weggeslepen als hij tenminste geen gekke dingen doet op het laatste stuk. Ik denk niet dat er gebeurt, is er met die tweede plaats voor Kleverhoorn of komt dat toch nog aan naast 10 van de metering? Dat sprintje is op de finish en de jury mag het zeggen. Oh, yeah!
positie zit. Ze hier nog een gevecht tussen de mannen van Amazon met een nummertje 453 is voor mij. Hier is het voor de positie. Nou, dan gooi om allebei. Is het nog gevecht? Is het dan toch? Ja! Is het dan toch? Ja! Hij is lekker zoals komt daar. Komt daar een paaltje.